Larsboom, mooie cadans hoor. Bek wagenwijd open. Wereldkampioen veldrijder geweest. Hij is een grote man. Hij heeft een etappe gewonnen, ik zei het al, in de Ronde van Spanje. Heeft al de Eneco Tour op zijn naam geschreven. Heeft de Ronde van België al op zijn naam geschreven. De Ronde van Engeland. Maar dat valt allemaal in het niet. Bij deze hele mooie overwinning. Nog één keer omkijken. En nu het vuistje ballen. Larsboom op weg hier in de laatste 500 meter. En de anderen komen er niet meer aan. Want het verschil is 20 tellen. 20 tellen rijden nooit meer dicht. Ja, nu juichen Lars. Want het gaat niet meer om de tijdwinst. Het maakt niet uit voor het algemeen klassement. Maar hier ga je hem pakken hoor. Die Nederlandse toerzegen. Die etappe-overwinning in de Tour. Waar we zo lang naar hebben gesmacht. We waren een beetje in het lachertje van het internationale wielrennen. Met de grote landen. Die hadden allemaal etappe-overwinningen. Nederland niet. 9 jaar lang droog gestaan. En nu nat. Kletsnat, zoals het weer hier buiten is. Wat is het een verschrikkelijk weer. Maar Larsboom nu sproeiend van de regen over de finish. Hij wint de etappe.